heel laat als ik groot ben, dan wil ik ook een cameraman die zo'n lamp heeft en dan zo'n handmicrofoon en dat ik mensen kan interviewen. Ik sta nu heel lullig met mijn eigen camera zelf te filmen. Maar ja, je hebt altijd iets te wensen en moet er overblijven, zegt mijn moeder wel. Dat klopt. Nou, dat dus. En misschien een nieuwe 3-serie. Zie ik hem weer staan, denk ik, ja. Ja. Ik vind hem gewoon echt mooi en de regen gewoon goed. Moet Sinterklaas blijven. Ik weet niet hoe. Kijk, want ik kan dit doen. Ja, daar hebben we niks aan. Het is niet het meest perfecte shot, het is ook niet heel charmant voor mij. Dit zo denk ik, nee. Nou jongens, doe hem er niet in. Doe hem er gewoon niet in. Als niks is, doe hem er niet in, Martijn. Dit is wel een primeur voor een show, maar hij stond al in Amsterdam. Alleen toen was ik op vakantie, dus die heb ik even gemist. De T-Rock. Rock. En je denkt, jeetje, wat een storm aan SUV-modellen bij het Volkswagen-concern. Dat klopt. Natuurlijk Skoda, Kodiaq, Karoq, Seat, Arona, Ateca en de Terrano. Terrano was een Nissan. Terraco, dat is het. Grappig, het is bijna dezelfde naam. Dan Volkswagen natuurlijk, even van klein naar groot. Touareg, Tiguan, T-Roc, dat is dus deze. Dus die kennen we al, hè. En de T-Cross, die is nieuw. En ik zal even quoten voor wie die is bedoeld. Jonge mensen met een dynamische levensstijl, een individualistisch karakter. Bijvoorbeeld die rode trui aan durven doen, die, dat soort mensen. Ik ben niet jong, hè. Ik heb grijs haar. Ik ben helaas niet meer jong, kunnen we niet meer zeggen. Maar goed, het is dus een maatje kleiner feitelijk dan de T-Rock. Eigenlijk Polo SUV, zo moet je hem zien. Hij staat hier in een beetje kekke oranje kleur. Er zitten ook nog relatief jonge mensen erbij. We hadden namelijk ook net een andere en daar stonden hele oude mensen bij. Dus dat was gewoon wel grappig. Dit is een R-Line. Achterkant is wel gewoon lekker anders dan andere Volkswagen. Zeg maar met die hele reflectorstrip zo in het zwart. Een beetje Porsche 911. Carrera 4S-achtig, weet je wel, een beetje dat soort ideeën. Leuk, ik heb zo ook precies Skoda stint in beeld, zie je dat? Dus ik heb hier Volkswagen naar Skoda, nee, dat is goed. Ik vind hem, ja, weet je, het is een markt. Ik word niet heel blij van dit soort auto's, tenminste, ik word er niet hebberig van. Zoals ik dat van andere auto's wel word. Ik ga even de kofferbakruimte van jullie kijken. Jeetje, ik moet het gewoon zelf omhoog doen. Kijk, hier. Oh, ik zie het. Ja, dan is het dus best wel groot. Oh, hier kan nog een reservewiel in normaal gesproken. Dat zit er nu niet. Ja, weet je, dit is natuurlijk wel dichtzaak. Relatief ruime auto voor het de buitenformaat. Hè. Dus 4,10 meter is die. Dus ja, weet je, dat valt dan allemaal wel mee. Nou ja, qua interieur, deze stoel staat trouwens wel echt heel ver naar voren. Ja, en dan heb je een beetje beenruimte. Zullen we de stoel eens even naar achteren doen? Hey, jongen. Waar doen we het? Daar. Oh, dit is helemaal naar achteren. Oké, dan kan ik er zitten. Ik heb dan nog beenruimte achter. Nee. Qua motoren. Beetje het standaard plaatje natuurlijk bij de kleinere Volkswagen groep motoren. Dus een 1 liter met 95 of 115 pk. Zal ik even kijken. Niet meer. Schrikbriefje open. Oh, nu wel. Hij is 1,56 meter hoog overigens, de T-Rock. Wilden jullie ook weten? 1.0 TSI, 95 pk, 175 Nm. Gaat hij in 11,5 seconden naar de 100 en dan haal je maar liefst 180. Dan heb je diezelfde 3-cilinder 1 liter TSI, 115 pk, 200 Nm koppel. En dan haal je 193 in de 9,9 seconden naar de 100. Woehoe! En de toppers, de 1.5 TSI, 150 pk, 250 Nm. Dan is het op zich niet eens langzaam auto. 7,8 seconden naar 100, topje van 220 km per uur. Hybride? Nein, hebben we er nog niet. Elektrisch? Nein, hebben we er nog niet. Van deze auto dan. Maar wel een diesel, een 1.6 TDI, 95 pk, 250 Nm koppel. De langzaamste van het stel, 12 seconden naar 100. Wel een top van 181 km per uur. En dat gaat in Spanje worden gebouwd, overigens. De T-Cross. En als we dan toch even Cross hebben, hier de ID Cross.
Ja, dit is zeg maar een voorbode van de elektrische dingen die gaan komen. Dat gaat ook echt wel snel komen bij Volkswagen. Maak je geen zorgen. Maar nu nog even niet. Nu hebben we gewoon dit dan. Tadaa, daar is hij dan achter mij. En ik denk, dit is dan een Velar. Nee, dat is de nieuwe Evoque. Lekker structuur. Wel een beetje een auto voor kickbox natuurlijk. Zo'n oude Evoque. Of voor dameskappers. Nee, Gaantje, ja, weet je, het is een kleine SUV, de kleinste Range Rover, wel enorm succesvol. Volgens mij bijna 800.000 stuks verkocht. Wel echt de nieuwe styling hier. Witte trouwens, heerlijke pils. Dat is een dieseltje. Ja, er komen natuurlijk diesels, benzines, ook mild hybrids. Komen later ook plug-in hybrids. En ik zou zeggen, ik wil er even instappen. Maar ik zie allemaal auto's waar al andere mensen in zitten. Ik zal er even een rondje omheen doen. Misschien ook gewoon wel leuk. Rooi of liever de grijze? We doen even de grijze. Dan hebben we wat meer ruimte omheen. Kijk. Ik vind, hij is wat gedrongener. Overigens, we hadden natuurlijk vroeger de drie deurs Evoque. Die komt niet meer terug. Dat was natuurlijk wat minder commercieel succes. Weet je, mensen willen gewoon vijf deuren tegenwoordig. Dus dat, als je dat heel gaaf vond, dan heb je jammer. Maar kijk, hij, ja, dit is wel echt, weet je, als je hier achter staat, gewoon de echte Range Rover, zeg maar. Ik ga even inzoomen. Nou, dat gaat te langzaam. Als je dan dit familiegezicht erbij pakt, denk ik, nou, dat is gewoon wel echt oké en goed gelukt. Hier in het wit, ook wel prima. Met de uitschuifhendels. Die meneer staat foto's van het laken. Even. Uit. Ja. Een interieur. Dit is trouwens best wel funky interieur. Een beetje grijs stof. Ik denk dat je het niet goed ziet, maar het is wel chic. En dan, dit is volgens mij geen echt leer. Maar we gaan er even in hoor. We gaan er even in. Ja, en die twee schermen natuurlijk. Staat ook allemaal niet aan. Gaat ook niet echt aan. Ja, hier, weet je. Dus dat is wel gewoon mooi gedaan. Weet je, serieus vind ik bij alle Land Rovers. Nou, de 28 graden lijkt me wat warm. Kijk, hier binnenin is dus ook gewoon display. Hè? Dus eigenlijk die knop, die zit als het ware op het display. Dus dat is dan natuurlijk wel grappig gedaan. Nou ja, weet je, je kan hier de stoelen bedienen. Wat kan ik er eigenlijk mee bedienen? Weet ik echt niet. Niks. Vehicle. Vehicle comfort program selected. Het is wel grappig gedaan. Wacht, nou ja, ik had hier ook dit licht dan ook op. Het is wel fris en modern. Ik denk dat de upgrade ten opzichte van de vorige Evoque wat dat betreft wel echt groot is. Kan ik er nog meer over vertellen? Nou nee, voor dit moment even niet. Dus dat was het dan even voor de Evoque. Deur dicht. Dan gaat die hendel er om een gegeven moment ook weer in. Kijk, doei, daar is die. En dit was het weer vanaf Brussel Autosalon. Ja, zo, ik kan niet langer blijven. Ik moet een radioprogrammetje maken. Dus ik heb volgens mij alle belangrijke dingen gehad. Eén ding moet ik nog even kwijt over de Mondeo achter mij. Dat is ook het facelift. En het is voor het eerst dat die hybrid ook als wagon station dus is verkrijgbaar. Of dat nou jullie wild enthousiast maakt voor de Mondeo, dat denk ik niet. Dan zien je volgend jaar weer Brussel, misschien of misschien dat dan niet gaat, ik weet het, je weet het ook nog. En anders in een van de andere video's. Dankjewel voor het kijken. Je kunt abonneren als je het heel leuk hebt gevonden allemaal. En ook volgens mij moet je dan de notificatie aanzetten, want dan zie je ook echt zeg maar dat al die content die we maken, krijg je dan een melding van. En dan kan je commentaar geven op kleding, of dat ik te dik ben, of dat ik een Rotterdams accent heb, of dat ik domme dingen heb gezegd, of dat er hier een soort vlek te zijn, ik weet niet of het zo is. Dat soort dingen kan je allemaal kwijt. Ik heb geen visagie, even kijken. Nee, het is vooral op het camera schermpje lijkt het zo. Maar dan kan je dus allemaal daar kwijt. In de comments. Vooral als je subscribed bent dus. Ik ga zo naar huis. Nee, ik ga niet naar huis. Ik moet eerst nog wat doen. Maar in ieder geval ga ik weg hier. Dat is wel jammer, want het is wel leuk hier. Het is echt serieus. Ik mis dan de autorijders. Dat betreft, als je Belg bent en je kijkt dit, hebben jullie chapeau. Jullie hebben gewoon die show, hebben jullie nog. Met alle merken, hè. Alle merken staan hier. Dus in Genève staat Volvo bijvoorbeeld niet. Opel staat er niet, staan hier wel. En Opel gewoon met een wereldpremiere, hè. Dat is Vira Live. Doei!